Oké, dit is de eerste keer dat ik dit gebruik, Camtasia, om screenactiviteit op te nemen. En wat ik wil laten zien is het bewerken van een foto in Photoshop. En ik heb hier een foto van Rianne. Die heb ik gemaakt tijdens een shoot voor de opdracht Jeans van de Fotoacademie. En met samenwerking van Lisa, die de make-up heeft gedaan met het haar van Rianne. Nou, dit is het raw bestand. Dus dit is eigenlijk de foto die direct uit de camera komt. Nou, er zijn wat dingen die ik graag wil aanpassen. En heel veel dingen doe ik eigenlijk gewoon op gevoel. Ik ga gewoon wat dingen proberen. Nou, ten eerste zie je een sensorvlekje. Hier ook. Als je heel goed kijkt, zie je nog meer hier een klein beetje volgens mij. Even kijken. Nou, dit zijn in ieder geval de duidelijkste, deze twee. Die moet ik sowieso wegwerken. Maar wat ik eerst ga doen, is ik ga eerst ervoor zorgen dat er in ieder geval zwart in zit en wit. En dat doe ik door een aanpassingslaag toe te voegen. Dat is Photoshop werkt met lagen. Dit is de basislaag, zeg maar de onderste laag van het pakketje. Daar ga ik een laag aan toevoegen. En dat heet niveaus, oftewel levels. En daarmee kan ik ervoor zorgen dat er zwarten inkomen en witten. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat ga ik nu laten zien. Ik druk de Alt-knop in en ik gebruik mijn penmuis van Wacom. Gebruik om dit schuifje naar rechts te schuiven. En nu zie ik in ongeveer het midden, zie ik boven het midden, zie ik wat dingen oplichten. Nou, hier zie je het heel, heel goed. Dat zijn dingen, delen die nu zwart worden. Dat gele weet ik niet zo goed, maar het zwarte, dat is nu zwart in de foto. Als ik nu loslaat, dat is zwart. Maar ik wil iets minder hebben, maar in ieder geval wel genoeg dat er in ieder geval zwart in de foto zit. Oké, nou nu wil ik wit erin hebben. Dan, dit is al voldoende zo. En hier zie je het histogram. En het histogram is, even kijken of ik dat simpel kan uitleggen. Dat is een weergave van de grijstinten in de foto. Hier aan de linkerkant heb je de waarde 0 en helemaal rechts heb je de waarde 255. De waarde 0 staat gelijk aan zwart en de waarde 255 staat gelijk aan wit. Dus als ik dit schijf naar helemaal naar rechts schuif. Oh wacht, sorry. Dit leg ik verkeerd uit, wacht. Dat betekent dat het nu in deze foto dat hij redelijk grijs is. Je hebt hier een grote piek. Dit zijn allemaal pixels, allemaal beeldpunten, die ongeveer in het midden zitten van het bereik tussen links en rechts. Dus dat betekent dat als je de foto zeg maar omzet naar grijs, naar zwart-wit, dat hij redelijk vlak is. En er zit weinig contrast in. Wat ik sowieso ga doen, is ik ga nu het contrast aanpassen met een Curves-aanpassingslaag. En daar maak ik een zogenaamde S-vorm van. Nou, ik kan me voorstellen dat het nu nog allemaal een beetje geheimzinnig is en ja, is heel traag aan het doen. Kijk, en het ziet er nu heel raar uit, maar dat komt omdat de dekking van de laag niet goed is ingesteld. Die ga ik nu op overlay zetten. Oh nee, wacht. Luminosity. Waardoor de verzadiging weer normaal wordt, zeg maar. De verzadiging van de totale foto. Want omdat je laag op laag hebt, aanpassingslaag op aanpassingslaag, dan wordt hoe moet ik het uitleggen? Dan wordt de bewerking iets te sterk. Dus ik heb deze dekking. Van deze laag heb ik aangepast naar luminosity. En ik kan me voorstellen dat de termen die ik nu gebruik, dat die nog veel te moeilijk zijn en dat je niet weet wat het is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet helemaal 100% weet wat ze allemaal betekenen. Maar ik weet ongeveer wat ze doen en dat is voor mij het belangrijkste. Nou, je kan zien hier het verschil. Je ziet hier nu oogjes. En die doe ik nu uit. Zie je, dan wordt die heel flats.
Dus ik heb door deze levels aanpassingslaag toe te voegen, heb ik het contrast heb ik groter gemaakt, waardoor de foto wat pittiger wordt. En ook met deze curves, die maak ik ook, dus ook het contrast groter. Zie je? Hij wordt wat pittiger. Wat ik zelf altijd wel mooi vind, is om de verzadiging lager te maken. In dit geval gebruik ik Vibrance. Even kijken of het zichtbaar is. Ja, dit wordt misschien te bleek. Even kijken, misschien de verzadiging toch nog eventjes omlaag. Vind ik altijd wel een mooi filmisch effect geven. Zie je? Het is misschien wat bleekjes. Misschien moet ik de verzadiging wat ietsje hoger zetten. Of de Vibrance iets hoger. Ja, dat vind ik wel mooi. Wat ik sowieso ook ga doen, is ik ga deze haartjes in hier ga ik weghalen. Ik vind deze haartjes hier vind ik wel oké. Het heeft wel een leuk effect. Speels effect, niet te gemaakt, zeg maar. Maar ik ga eerst haar huid verzachten. Nou, Jan heeft van nature wel een mooie zachte huid. Maar om het beeld iets strakker te maken, ga ik even mijn spiegelje erbij pakken. En dit is een handleidingje van Scott Kelby, een Photoshop expert, waarbij ik de huid zachter ga maken. Ik kopieer de achtergrondlaag. En daar ga ik een filter overheen doen. Even kijken, en dat is een high pass filter. Met radius straal 9. En dit gaat misschien wel heel snel, dat geloof ik wel. Dan. Oh. Surface blur. Met 1/3 van de ratio van net. De straal van net, dus dat is 3. Nou, dus dat staat hier al ingesteld, dat klopt. 3. Dan ga ik dit beeld omkeren, de inverse ervan. Dan ga ik deze dekking naar linear light zetten. Dan ga ik de doorzichtigheid verplaatsen naar ongeveer 30%. Ja. Dan ga ik op deze laag hier ga ik een masker plaatsen. En dat masker moet je zien als zeg maar een zwart scherm die over het hele beeld geplaatst wordt. Dat doe ik hier. Oh wacht, dat klopt niet. Ctrl-Z. Alt-3. Er zit nu een zwart masker overheen. Waardoor de verzachting van het hele beeld nu niet zichtbaar is. Maar wat ik nu ga doen, ik ga met een kwast, een witte kwast. Hier zie je dus de kleur wit geselecteerd. En ik maak de kwast iets groter. Het moet een zachte kwast zijn, dus de hardheid is nou 24% vind ik voldoende. Dan ga ik inzoomen op de huid of op het gezicht. En dan ga ik nu op deze op dit masker, ga ik het masker wegpoetsen. Stel je voor, dit is een stuk karton. En ik ga door dingen weg te poetsen, maak ik er eigenlijk witte gaten in. Waardoor deze aanpassing, dus de verzachting van de huid, naar voren komt. Dus dat kun je goed zien op de wang van Rianne hier. Die wordt nu zachter. Waar ik voor moet oppassen is dat ik niet op de detaildelen, dus niet op haar oog ga painten, ga verven. Nee, je ziet het, als het goed is, zie je het veranderen. Ik wil de randen wil ik intact laten. Ik ga hier even inzoomen. Oh. Maar als het goed is, zie je het al gebeuren. Ik doe hem even uit. Dan zie je dat de huid hier weer normaal is en hier zacht. Zachter in ieder geval. Ik heb Jan om toestemming gevraagd van tevoren of ik deze foto moet gebruiken. Oké. Nou, deze. Oh. Dat ga ik zachter maken. Oh. Nou, het is niet erg dat ik hier over het haartje heen ga. Die ga ik zo meteen toch weghalen. En die ook. Nog even de huid in haar hals zachter maken. Ja, die
Ja, dat je ziet, dat is niet zo heel erg. Dat is wel, heeft wel een leuk effect. Of speels, oké. Okay. Dus nog even de schouder. Oh. Stop. Nou, wat ik eigenlijk wil laten zien is dat Photoshop eigenlijk best wel simpel is. Je hoeft niet heel veel te doen om een beeld mooier te maken. Nou, je ziet al gelijk, de huid krijgt gewoon ja, wat meer een fashion uitstraling. Zoals in een tijdschrift. En, nou, er zijn voor's en tegens, er zijn heel veel tegenstanders. En ja, misschien wel terecht. Maar ik vind dit wel meevallen, het is niet heel... erg veel wat ik Photoshop. In ieder geval, ik ga deze aanpassingslaag ga ik even een naam geven. Soften Skin. Zodat je weet wat er gebeurd is. Oh ja, dit handen ga ik ook even aanpassen. Ga ik ook even zachter maken. Doe ik dus nog steeds weer met een... Moet ik even deze laag selecteren. Ja. Ga ik weer met dezelfde brush, met dezelfde kwast, ga ik haar handen ietsje zachter maken. De huid van haar handen in ieder geval. Zodat het matcht met haar gezicht qua zachtheid. Zo. En met de backspace knop kan je zien welke delen ik zichtbaar heb gemaakt voor de verzachting. Nou, je ziet hier dat er nog plekjes gemist zijn bij mij. Het is gewoon een beetje een indicatie. Ik hoef niet helemaal precies, want ik zie het er niet zo goed. Zo. Zo, oké, okay, dat is klaar. Oh, zo. Even uitzoomen. Oh. Zo. Nou, hier zijn nog wat vlekjes. Die ga ik straks even aanpassen. Maar ik ga toch alvast eventjes een nieuwe laag maken. Die ik retouche noem. Dat is retoucheren. Dat doe ik pas op het eind. En wat ik nog zou gaan doen is, ik zou de haartjes hier weghalen. Moet ik even kijken of ik het nog goed weet wat ik ook alweer moet doen. Oh, wacht. Oh nee, wat ik nog wel ga doen. Ik ga haar ogen verscherpen en het haar van Rianne. Dat geeft toch wel een wat krachtiger effect. Dus ik ga de achtergrondlaag ga ik weer kopiëren. Dat ga ik unsharpen noemen. Oh, dat is een... filter. Even kijken, is dat handig? Ja. Filter, sharpen, unsharp mask. En dan als je het goed ziet, even kijken hoor. Ja, dat zie je duidelijk. Nou, je ziet nu dat haar haar heel scherp is. Ik doe hem nu uit. En het wordt gelijk wat zachter. Ja, dus dat wil ik toepassen. Dus ik druk op oké. Okay. Nou, dan heb je dus nu een verscherpte kopie van de achtergrondlaag. Daarbovenop zit weer een laag die de huid verzacht. Maar ik wil alleen de verscherping zien van de ogen en het haar. Dus die ga ik naar boven plaatsen. Maar dat wil ik natuurlijk alleen hebben op het haar en op haar ogen. Dus ik ga hier weer een masker op plaatsen. Zo. En dan ga ik met de kwast ga ik over haar ogen... of over haar oog schilderen. Scherper is. Of in ieder geval scherp is. Oh. Zo. Zo. En nu doe ik hem uit. Nou, je ziet gewoon een heel duidelijk verschil. Dat maakt het gewoon wat pittiger en wat krachtiger. En dat ga ik ook doen bij het haar van Rianne. Oh, hij is een beetje traag op de computer.
ga gewoon heel globaal ga ik over haar schilderen. Met een kwast, maar zo. Ik ga het iets groter maken, zodat het wat minder tijd kost. En je ziet, als je goed kijkt, zie je het haar zie je scherper worden. Oh, trouwens, wat ik ook wel mooi vind, is om de structuur van haar witte trui ook wat scherpte te geven. Dus daar ga ik ook opeens schilderen. Zo, het hoeft allemaal niet precies. Nou, ik pluk je hier misschien. Zo, dit nog. Dus ik ga ook over dat trui. Dus eigenlijk bijna het hele beeld. Zo. Dus in ieder geval de details en de structuur van haar trui, haar vest. Wat daar ook naar voren te laten komen, behalve de handen natuurlijk, want die moeten zacht blijven. Zo. En ik ga nu die scherpte laag ga ik uitzetten. Dan kun je duidelijk zien wat er gebeurt. Ja, het is heel subtiel hoor. Als je inzoomt, als ik inzoom, dan zie je het beter. Zo. Als je bijvoorbeeld hier naar het haar kijkt, dan is die nu. Oh. De scherpte is nu geactiveerd en die is nu uit. En je ziet hier zie je het nu scherper worden. Oké, dat wil ik behouden. En oh ja, ik moet dus niet vergeten om die dingetje weg te halen straks, die sensorvlekjes. Ja. Mijn excuses voor het gekke beeld. Nou, ik wil sowieso die haar die over haar voorhoofd loopt en over haar neus wil ik weghalen. Dus wat ik ga doen, ik ga in deze retoucheerlaag ga ik met een zogenaamde healing brush. Ga ik kijken of het met een healing brush lukt. Door over het haartje hier. Ja, hij is weg. En hier nog over haar neus. Oh, dat wordt een beetje raar. Hier nog zo. Misschien deze nog. Oké. Ja, je ziet nu dat in de schaduw van haar neus, laat het gewoon zeggen haar neusgat, er zit nog een licht streepje van haar haar. Die wil ik toch weg hebben. Dus die ga ik eventjes kijken of het lukt met de healing brush. Heel subtiel. Overheen schilderen. Ja, dit is al beter zo. Ja. En dan nu het haar in haar gezicht. Even kijken of ik dat met een. Oh, er staat een spot healing brush die alleen voor kleine stukjes bestemd is. Kijken of het lukt of ik hem hiermee weg kan halen. Ja, je ziet nog steeds een streepje, dus ik ga eventjes terugzetten. Kijken of het met de healing brush lukt. Wat ik dan ga doen, ik ga zeg maar samplen hier aan een stuk huid wat dicht in de buurt zit. Dus ik druk op Alt en dan sampled Photoshop. Die sampled van dit stukje waar het vizier op gericht is. Sampled hier de structuur en de kleurtinten. En die ga ik hier overheen schilderen. Werkt dus. Zo, en ik ga steeds de sample ga ik aanpassen naar een deel wat in de buurt zit van de haar. Zo. Zodat het een natuurlijke overgang krijgt. Even kijken, nou hier zie ik nog een stukje. Zo, hier.
moet eigenlijk blijven samplen hier, voor dit hartje hier. Zo, en hier zie ik nog een streepje, zo. Hier zie ik nog bij de wenkbrauw iets op de weg komen. Oh, dat wordt niet zo mooi, dat wordt donkerder, dus ik ga het weglaten. Oké, dit kan nog een beetje weg. Even kijken of dat wat wordt. Ja, eigenlijk zou ik dit stuk hier, dit driehoekje wat hier nog, waar nog haar voor valt, eigenlijk weg willen halen, maar dat heb ik niet zo heel veel ervaring mee, met grote vlakken. Ik ben bang dat het minder mooi wordt. Even kijken hoe dat eruit gaat zien. Nou, ik ga het in ieder geval even proberen, kijken wat er gebeurt. Oh. Nou, hij is weer traag. Even kijken, nou trouwens, wacht even. Als je inzoomt, dan valt het op. Maar als je het van ver af ziet, dan valt het volgens mij wel mee. Zo. Ja, ik ga het toch even proberen weg te halen. Wacht even, dan ga ik ook weer samplen. Oh, mijn computer is echt traag. Sorry hoor. Oké, komt ie. Nou, ga ik weer even wat proberen. Steeds iets hoger met de kwast. Wat ik nog zou kunnen proberen is om dit deel met de zogenaamde patch tool. Oh wacht, volgens mij werkt het niet hier op een laag. Nee, dat werkt niet. Ik ga even deselecteren weer. Oh, nee. Oké, even kijken. Even kijken. Ja, dat gaat wel volgens mij. Kijken of het niet te gek wordt of te kunstmatig. Ja, het krijgt wel een beetje een vlekkerige. Nee, ik vind het toch niet mooi. Dus dat is een skill die ik nog moet leren. Dus ik ga het eventjes opnieuw doen. Of ik ga in ieder geval even wat dingen terug doen. Terugbrengen. Even kijken hoor. Ja, ik laat dit staan. Ik laat dit deel laat ik staan. En ik ga deze haartjes ga ik weghalen. Dus ga ik toch weer de healing brush gebruiken. Maar ik ga nu iets subtieler. Dus deze dunne, dit dunne haartje hier. Haal ik weg. En ik stop dan bij het. Oh. Zo, dat is een mooi compromis. Zo. Ik zit er nog in ieder geval een haartje voor het gezicht, maar dat is niet zo heel storend voor haar voorhoofd. Pas misschien ook wel bij het speelseffect wat die haartjes aan de zijkant hebben. Oké, dan ga ik nu de sensorvlekjes even weghalen. Oh. Zo, die en die. Die ga ik gewoon in dezelfde retoucheerlaag weghalen met de spot healing brush. En dat is gewoon zo. Zo.
Zo, hier zie ik ook nog wat. Oh, hier zie ik nog veel meer. Oh, ik blijf het trouwens zien. Dat is niet zo heel mooi. Dus ik ga dan de healing brush gebruiken. Dan ga ik de kleur aan de zijkant even kijken. De kleuren die in de buurt zijn ga ik samplen en er een soort van overheen te schilderen. Nou, ik weet niet hoe lang ik nu al aan het praten ben, maar volgens mij is het al bijna een kwartier. Even kijken. Heb je nog echt wel af? Dat hebben we natuurlijk gewoon zo. Ik zou nog even kunnen kijken en even denken of ik misschien iets met de achtergrond kan doen. Om dit grijze vlak, wat eigenlijk gewoon een wit vlak is, een witte achtergrondrol, maar de lamp staat wat verder ervan af, zodat hij dus grijs is. Even kijken, wat ga ik nog kunnen doen? Ik zou de kleurbalans black and white. Oh ja, wacht, ik kan de nog even een nieuwe curve eroverheen gooien. Curves. Even spelen wat er gebeurt. Nou, het is te donker. Dan word je weer te grijs. Nee, dat is ook niet mooi. Nee, ik laat hem zo staan, maar misschien dat hij toch nog wel iets pittiger kan. Even kijken. Ik ga deze weer weghalen, deze curves. Misschien ietsje donkerder, ietsje. Oh nee. Dan gaat dat dus weer mis met de retoucheerlaag. Dus ik ga dit eventjes weer terugzetten. Ga ik gewoon een nieuwe curve bovenop zetten. Waardoor ik het toch nog ietsje pittiger ga maken. En dan ga ik deze laag weer op luminosity zetten. Ja, dat is nu ietsje feller. Misschien net ietsje te fel. Even kijken, even zoomen. Dan ga ik gewoon, nou het valt eigenlijk wel mee. Nou, ik ga even experimenteren met de doorzichtigheid van de laag. Misschien ietsje minder, 50%. Dit is met, dit is zonder. Nou, met vind ik toch wel iets pittiger. Ik hou hem zo. Dit was mijn eerste Photoshop tutorial voor Snapshot Dojo. En volgende keer zal ik Lightroom behandelen. Dat is een ook een fotobewerkingsprogramma met veel minder functies. Maar wel toegankelijker voor grote hoeveelheden foto's. Dus als je op vakantie bent geweest en je wil veel foto's tegelijk wil je kunnen bewerken en selecteren en weggooien. Dan is Lightroom, vind ik zelf, wat geschikter. En Photoshop is meer geschikt voor als je echt één foto, als je daar wat meer tijd aan wilt besteden. Je kan ze overigens in combinatie gebruiken. Dus foto's die je in Lightroom geselecteerd hebt, kun je bewerken in Photoshop. En kun je dus nog steeds in Lightroom beheren. Maar daar kom ik de volgende keer op. Nou, dit was dus mijn eerste Photoshop tutorial. Mocht je vragen hebben, zet een comment in op de website of in de Facebookpagina. En dan kan ik de vragen misschien beantwoorden. Oké, tot volgende keer.